Hallo beste vrienden, dat God jullie allen zegene, dat de Heilige Geest, de Geest van God, die ons geloof heeft behouden, dat Hij ook over een ieder van jullie komen, om jullie ook in het geloof te behouden. En te kunnen leven van geloof tot geloof, en de wedloop af te maken, en het geloof te behouden. Dat dat met jullie plaatsvindt. Maar zodat dat plaatsvindt, dient er natuurlijk een overeenstemming te zijn van een ieder van ons. Dus, God zegent u, maar als u niet overeenstemt met zijn zegen, dan zal er niks gebeuren. Dus er dient een overeenstemming te zijn tussen u en God. Van mij en God. Zodat dan de zegen van God verwerkt kan worden. Over zegens gesproken. Wij hebben gesproken over wat de Heer Jezus zei. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, ook al is hij gestorven, zal hij leven. En hij verwees naar degene die geestelijk dood was in de zondes, overtredingen, in het leven van slavernij ten opzichte van de duivel. Dus die persoon is dood. Wanneer die persoon zijn leven overgeeft aan Jezus, dan staat die persoon op uit de dood. Maar die persoon staat op. Dat wil niet hiermee zeggen dat die persoon levend zal blijven. Nee. Om te blijven, dient de persoon verbonden te blijven met de Heer Jezus. Dan in het volgende vers zegt de Heer Jezus, en wie leeft en in mij gelooft, dus nadat de persoon opstond uit de dood, en leeft en gelooft in de Heer Jezus, dus hij leeft verbonden met de Heer Jezus in het geloof van dag tot dag, dan zal die persoon nooit sterven. Dat is heel mooi, toch? Want de dood brengt geen schrik aan degene die de Heilige Geest hebben. Want die persoon weet, als ik de Heilige Geest heb en ik sterf, en dan? En de Heilige Geest, wat gaat hij doen? Gaat hij mij verlaten? Nee, hij zal mij leiden. Hij zal mij begeleiden naar de volheid van het leven, nadat mijn stoffelijk overschot hier achterblijft. Dus ik zal nooit meer sterven wanneer de persoon de Heilige Geest ontvangt en zich trouw en loyaal behoudt aan de Heer Jezus, dan sterft die persoon nooit. Nu, ik zou willen dat jullie ook weten, en dat is heel belangrijk, maar heel erg belangrijk, wat de Heer Jezus zei, hij zei het volgende. Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Wie zijn geroepen? En wie zijn de uitverkorenen? De geroepenen zijn allen die een gelegenheid hadden of hebben om het woord van God te horen en zich te bekeren. Mensen die tot ons bijvoorbeeld komen, verloren in hun zondes, overtredingen enzovoorts. Al deze mensen die het woord van God horen, zijn geroepen. Maar wie zijn de uitverkorenen? Uitverkorenen zijn degenen die blijven in het geloof tot het einde. Degenen die tot het einde blijven. Misschien zegt u, maar bisschop, zou het niet vanuit Gods kant onrechtvaardig zijn? Want hij roept velen, maar weinig worden uitverkoren. Waarom kiest hij dan weinig uit? Het is niet God die uitkiest. Wij zijn degene die onszelf kiezen. Uitkiezen. Want toen God mij riep, toen God in de persoon van de Heilige Geest mij riep, onmiddellijk gaf ik mijn leven aan hem. En begon ik hem te dienen. Niet als pastor. Niet als helper. Niet als een bekleder van een titel in de kerk. Nee. Vanaf het moment waarop hij mij riep. En ik zei ja. En ik gaf me over.
werd er in mij een immens verlangen geboren. Een immense passie. Waarin ik aan anderen wilde geven wat hij mij gegeven had. Dus vanaf die dag. En het zijn 59 jaren. Draag ik deze passie om aan anderen door te geven wat hij mij gegeven heeft. En dat is wat ik tot nu toe heb gedaan. Dus dit vond met mij plaats. Dus wanneer wij het geloof omarmen en God willen dienen en aan anderen willen doorgeven wat hij mij gegeven heeft, dan ben ik God aan het dienen. Ik werd gekozen. Ik werd geroepen. Ik ging door de test, door de moeilijkheden, door de beproevingen heen. En uiteindelijk werd ik uitverkoren. Ik werd geselecteerd. Maar ik moest door de beproevingen heen gaan. Ik moest door de moeilijkheden, de verdrukkingen, de woestijnen heen gaan. Ik moest goedgekeurd worden. Zodat dan ik uitverkoren kon worden. Hetzelfde met u die nu naar mij luistert. U houdt van de diensten, van de bijeenkomsten, van het geloof. U houdt ervan dat we praten over het woord van God. U bent geïnstrueerd in het woord van God. U houdt ervan. Maar kijk, wees niet tevreden dat u ervan houdt om overeen te stemmen met wat geschreven staat in het woord van God. Dat is niet genoeg. Dat u overeenstemt met wat geschreven staat is mooi en wonderbaarlijk. Maar uw verplichting ten opzichte van God is dat u wat u hebt geleerd in praktijk zet. Het doet, praktiseert, leeft. Daarom zei de Heer Jezus, wie leeft en ieder die leeft en in mij gelooft, die zal in eeuwigheid niet sterven. Waarom? Omdat hij door God uitverkoren was, is. Dus de vraag is, u die nu naar ons kijkt, bent u uitverkoren? Werd u uitverkoren door God? Waarschijnlijk heeft God u uitverkoren, maar misschien bent u er zich nog niet ervan bewust dat dit gedeelte van de keuze, dat u daar ook een deelname aan hebt. Oftewel, u dient door de testen heen te gaan. Door de beproevingen van vuur, door de woestijnen, zodat u dan goedgekeurd kan worden. God koos u. Maar als u zich niet uitkoos, als u niet in het geloof blijft en goedgekeurd wordt en doet wat gedaan moet worden om goedgekeurd te worden, dan baat het niets dat God u heeft gekozen. Daarom zei de Heer Jezus daar dat sinds de dagen van Johannes de Doper wordt het Koninkrijk der Hemelen geweld aangedaan en gewelddadigen nemen het in bezit. Oftewel, u dient uzelf geweld aan te doen om het Koninkrijk der Hemelen in bezit te nemen. Uw verlangens, uw begeertes, uw wil geweld aan te doen, uw ijdelheden, uw hart, dat een enorme valstrik is van de hel die de mens leidt om verkeerde beslissingen te nemen. U moet dat geweld aandoen. U moet uzelf negeren, verloochenen. Oftewel uw verlangens en projectes geweld aandoen. Uw persoonlijke ambities ook. En toelaten de Heilige Geest u leidt. Want wie de Heilige Geest heeft, zoals de Heer Jezus zei, wie geboren is uit de Geest van God, is als de wind. Hij weet niet waar hij naartoe gaat. Hij weet niet waar hij vandaan komt. Of waar hij naartoe gaat. Hij wordt geleid door de wind. Zo zijn wij. Dat is heel glorieus. Heel mooi. Ik zou woorden willen hebben. Om te onderwijzen. Om te spreken. Om te versterken. Te vermanen. Om aandacht te roepen. Want ik voel me incapabel. Impotent. Om tot de mens te komen en te zeggen wat God tegen mij heeft gezegd of in mij heeft gezet. Maar ik geloof ook dat de Heilige Geest ongetwijfeld overtuigt, u overtuigt,
door middel van de boodschappen, door middel van zijn woord, niet door mijn woord, maar door zijn woord, zal hij u overtuigen van de waarheid, zodat u dan de zonde kan verlaten en in de gerechtigheid kan leven. God, beste vriend en vriendin, hij zou iedereen willen uitkiezen, maar niet altijd. Is dat in zijn macht? Want dat hangt van ieder van ons af. Dat verhaaltje dat de fanatieke christenen daarbuiten zeggen. Nee, God begrijpt mij. Nee, mijn genade is u genoeg. Dat is doorgestoken kaart. Dat klopt niet. God zei het tegen apostel Paulus omdat hij aan het lijden was. Hij leed en hij riep de Heer 3 keer aan dat hij die boodschapper van de duivel weg van hem zou halen uit zijn vlees. En God zei tegen hem, mijn genade is jou genoeg. Deze doorn zal hier blijven zodat je niet hoogmoedig wordt, zodat je niet in de ijdelheid zal blijven. Blijf deze doorn hier. God zei het tegen Paulus en hij zei dat misschien ook tegen u. Hij zegt dat tegen ons allen. Wij hebben allen doornen. Wij hebben allen een doorn. Zodat wij niet hoogmoedig zullen worden. Maar de waarheid is dat wie zich uitkiest, wie kiest om door God uitverkoren te worden, of wie hard werkt, stevig werkt, zichzelf geweld aandoet om het koninkrijk der hemelen in bezit te nemen, is een ieder van ons. Als u zich niet geweld aandoet zodat dat gebeurt, blijf doorgaan in dit verhaal van mijn genade is je genoeg. En u zult zien waar u zult belanden. Want velen die gevallen zijn ten neergeslagen in de moeilijke plaatsen van dit leven, zeiden voorheen, een tijd geleden, mijn genade is je genoeg. En bleven leven in de zonde. En dat is de waarheid. Mijn vriend en vriendin, speel niet met God, speel niet met het geloof, speel niet met de ziel. Plaats de ziel niet in risico van om de behoudenis te verliezen. Nee, de ziel is de grootste rijkdom die u bezit. Uw ziel, er is niets rijkers op deze aarde dan uw ziel. En u dient ervoor te zorgen met alle liefde. Daarom dient u zichzelf geweld aan te doen. Uw vlees geweld aan te doen. Uw verlangens geweld aan te doen. Uw ijdelheden geweld aan te doen. Uw begeertes geweld aan te doen. Uw toekomst. Uw projecten, persoonlijke projecten geweld aan te doen. Want het is zoals de Heer Jezus zei. Hij zei met zekerheid. Wie achter mij wil komen, verloochene zichzelf, nemen zijn kruis op zich en volgen mij. Dat zijn de uitverkorenen. God zij dank. God zij dank. Geprezen zij mijn Heer Jezus. Want hij koos mij uit. En ik ben door de testen, door de beproevingen heen gegaan. Ik ben door de beproevingen heen gegaan. En ik ben in het geloof gebleven. Daarom zei Paulus, ik heb de wedloop afgemaakt. Ik heb het geloof behouden. Ik heb de wedloop gelopen. En ik heb het geloof behouden. God zegen jullie allen in de naam van de Heer Jezus. Amen.